Wat is up internetpieps? Ik ben Tom van Gamersnet.nl en ik neem je wederom mee met een exclusief kijkje naar de game Prey. Voor de mensen die op hebben gelet, Prey is al een aantal keer langskomen op gamersnet.nl. We hebben natuurlijk uitgebreide video previews gedaan, geschreven previews. En ik heb al eerder een keer wat gameplay content mee mogen nemen om ja, te beschrijven. Daar is een uitgebreide wat is gameplay commentary van verschenen. Maar omdat we nog een kans kregen om een aantal uur van de game te spelen, dacht ik, waarom gaan we in deze nieuwe video niet een beetje induiken op de aspecten die mogelijk erg interessant zijn? En in ieder geval mij heel erg aanstaan en hopelijk jou ook. Mocht je dus nog willen weten wat Prey precies voor een game is, ga vooral kijken naar die vorige gameplay-commentary. In deze gameplay-commentary gaan we het iets specifieker aanpakken en ook iets verderop in de game al. En daarom wil ik bij deze ook even heel snel een vriendelijke spoiler alert erin duwen. Dit is ongeveer 2 à 3 uur de game in. Dus er zitten mogelijk wat spoilers in die je liever voor jezelf had willen ontdekken. Without further ado, ik probeer dat zo minimaal mogelijk uh, te spoileren voor je. Dus ja, je gaat her en der wat dingen zien. Ik zal misschien het een en ander zeggen, maar het is nog wel vrij bazaal en kort in de game. Dus verwacht niet dat ik hier in één keer de grote plot twist op het einde of zo ga verklappen. Maar toch een vriendelijke spoilerwarning bij deze. Een eerste en voornaamste aspect wat Prey erg interessant maakt, zijn in mijn ogen de Typhon. De Typhon zijn natuurlijk het alien ras, die hebben telos One, het ruimteschip waar je op bevindt, overrompeld. En ze zijn een groot onderdeel van de gameplay, niet alleen in het feit dat ze een vijand voor je vormen, maar ook dat je de abilities, de krachten die zij gebruiken, uiteindelijk naar je eigen hand kan zetten. Prey is in wezen natuurlijk heel erg RPG-achtig, er zijn skill trees, er zijn wetenschap trees en daarin kun je verschillende abilities vergaren aan de hand van neuromods. Maar je kunt ook een aantal alien trees gaan ontdekken. En daarin kun je energy-krachten gebruiken. Je kunt morphen. En er zijn zelfs een aantal telepathische dingen. En die neem jij over van de Typhon. Dat begint allemaal bij de psychoscope, en de psychoscope is een tool die je vroeg in de game zal krijgen en dient vooral als een soort van scanapparaat. Je scant er omgevingen mee en dan wellicht vind je een aantal verborgen aliens, maar vervolgens kun je die aliens dus ook weer scannen, waarmee je dus niet alleen hun sterke en zwakke eigenschappen te weten komt, maar als je genoeg data vergaart, dan kun je dus uiteindelijk de krachten die die specifieke alien gebruikt uiteindelijk zelf ook leren. Dat gaat dan weer aan de hand van die skill trees die eerder genoemd zijn. En daarmee kun je dus langzaam maar zeker Morgan Yu, het hoofdpersoon, meer naar je eigen hand zetten. Door ingenieus te werk te gaan met de abilities die je krijgt. en vooral die ook te combineren in je combat. kun je daarmee een hele interessante gameplay-stijl aanwenden. Zo kun je tijdens gevechten dus niet alleen bijvoorbeeld de tijd iets wat vertragen, maar ook allerlei energy blasts gebruiken of telepathische krachten inzetten en dat allemaal in de strijd tegen niet alleen de omgeving, maar natuurlijk ook weer de Typhon zelf. In die zin kan de game heel erg snel gaan lijken op Dishonored, wat niet heel erg gek is uiteraard, want Prey wordt ontwikkeld door Arcane Studios, wiens voornaamste andere product Dishonored is. Het combineren van krachten, het combineren van wapens en daar ingenieus mee aan de slag gaan, dat zorgt ervoor dat je een soort van uitgebreid palet aan combat krijgt, waar je zelf een beetje je eigen pad in kan gaan banen. En dat geldt overigens niet alleen voor de combat, maar ook voor het oplossen van puzzels in de omgeving. Neem bijvoorbeeld het binnensluipen in bepaalde locaties door de mimic-krachten te gebruiken, waarmee je verandert in een klein object en vervolgens door een raampje of wat dan ook naar binnen kan rollen, en daar weer verandert in de grote, echte Morgan New. Niet alleen is dat enorm ingenieus bedacht, maar het is ook ergens hilarisch om voor de eerste keer te gebruiken. En ik zag dit al een keer op Gamescom gebeuren, maar om het zelf zo te beleven... ...het is echt heel leuk om op die manier te kunnen experimenteren met de krachten die je uiteindelijk krijgt van de Typhon. Dat knutselen en experimenteren met de krachten van de Typhon is heel erg interessant... ...maar het heeft natuurlijk ook een aantal gevolgen, en hier hebben we het al eerder over gehad. Uh, het feit dat uiteindelijk jij als Morgan Yu steeds meer gaat veranderen in een alien. Dat je al die krachten op je neemt wil natuurlijk ook ergens zeggen dat jij langzaam maar zeker een beetje je menselijkheid verliest. En dat heeft dus ook weer consequenties in je questes op Talos 1. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat bepaalde automatische turrets zomaar het vuur op je openen. Omdat ze je inmiddels meer zien als alien dan als mens. En dat brengt dan ook weer meteen zo'n vraagstuk met zich mee van wanneer. Eindig je het spel nog echt als Morgan New? En wanneer verander je niet gewoon compleet in zo'n Typhon zelf? Ik weet niet of het narratief daar iets mee gaat doen. Maar ik verwacht het wel haast. Omdat langzaam maar zeker. Ja, je wordt toch steeds meer een alien. En dat is wel weer zoiets waar ze een heel mooi. mysterieuze plot twist of zo aan kunnen gooien. Geen spoilers, nogmaals. Ik, dit is allemaal speculatie. Maar het is wel een heel interessant punt om over na te denken. Sowieso vind ik dat eigenlijk ook een heel ander interessant aspect aan Prey. En dat is natuurlijk dat hele mysterieuze gewauwel van het spel, zoals je het misschien wel kan zeggen. Je ziet Arkane Studios daar ook een beetje op inspelen door Telos One ook heel apart neer te zetten. Sowieso de locatie aan zich, het hele ruimteschip, is al vrij interessant door de stijl. Het heeft een soort van art deco, soms haast Bioshock-esque vibe. Maar daarin verwerkt natuurlijk Arkane ook weer heel veel lore. En die lore en die achtergrondverhalen die zijn gewoon ontzettend interessant. Want je weet niet precies wat er gebeurd is op Telos One. Maar aan de hand van de omgevingen en de, de kleine opdrachtjes die je daarin krijgt. en de, de, soms wel de mensen die je tegen kan komen. of de mensen die iets vertellen over je communicatieset. die willen wel eens wat dingen langzaam maar zeker door laten schemeren. van wat er nou precies allemaal loos is op Telos One. En dat vind ik persoonlijk heel interessant. Plus, dat is een aspect waar Arkane Studios al best wel sterk in is. Zo zag je dat ook in De Zonner, dat er gewoon heel veel achtergrondverhaal te vinden is in de, in de locaties en in de mensen. En in het narratief, wat een beetje, ja, het, het wordt niet recht in je gezicht geschreeuwd, maar je kunt dat langzaam maar zeker zelf een beetje gaan ontdekken. Ja, dat is waar. Het is system voor de nieuwe touchscreen. me? Just follow the dot. When it turns green, touch it. It should damn it, Calvino. I do not have time to play sing along with your bouncing ball. En in dat aspect kan ik de game ook wel een klein beetje vergelijken met uh, Fallout. Fallout is uiteraard ook een game uit de catalogus van Bethesda. En dat is nog zo'n andere titel waarin het zeg maar verhalen vertellen met aanwijzingen in de locaties en in de omgevingen. Kleine backstory dingetjes vertellen. Dat doet Fallout altijd heel erg sterk. En dat zie je nou in de Zonnet ook best wel duidelijk terug. Het is natuurlijk ook allemaal een beetje post-apocalyptisch. Maar het blijft gewoon mooi om ondergronds narratief te vinden. Dus niet iets dat het telkens wordt gezegd van zo en zo is het, maar dat je dat gewoon zelf ontdekt door ingenieus te werk te gaan en door verschillende omgevingen te verkennen en erop met een ander oog naar te kijken. En met een ander oog bedoel ik dan niet alleen de psychoscoop of zo, maar meer het feit dat je op met een ander perspectief naar de locaties gaat kijken en daar dan weer vervolgens best wel ingenieuze, leuke, kleine verhaaltjes uit kunt halen. Maar naast de achterliggende lore vind ik een ander groot aspect aan Prey. En een interessant aspect vooral. De volledige ambiance. Ik zei het al, Telos One, een soort van Art Deco. Enorm ruimteschip. Maar het zit meer dan alleen in die locatie. Het is gewoon dit hele sfeergevoel wat de game je kan geven. Um, in mijn geval vond ik de muziek daar ook een hele grote rol in spelen. Uh, die is namelijk wat synthesizer-hevig af en toe, en dat deed me ergens een beetje denken aan de series van de laatste tijd. Uh, denk aan een Iron Fist tune, maar ook de intro song van Stranger Things. De laatste tijd is er een soort van terugkeer naar de 80s gaande, waarbij er heel veel synthesizers gebruikt kan worden. Uh, zware, lompe, elektronische beats en van die zangerige tonen tussendoor. En da dat zit ook in Prey. Gewoon bepaalde momentjes die je hebt in de game. die worden dan aangesterkt met zo'n hevige synthesizer beat. En dat geeft het allemaal iets mysterieus en opdringends. en iets, iets spannends. Uh, precies zoals de intro tune van, uh, van Stranger Things dat heel erg sterk deed. Uh, ik vond dat persoonlijk fantastisch. en ik vind dat bij Prey ook heel erg goed passen. Dus ben ik wel blij om te zien dat Arkane hier toch wel een soort van. ja, ook weer synthesizer heavy nadruk op legt. Naast de muziek wordt de ambiance ook deels opgebouwd door de ethische kwesties die in Prey verstopt zitten. Natuurlijk heb je al die eerder genoemde kwestie van wanneer stop je met een mens zijn en ben je uiteindelijk een alien. Maar ook iets meer on the nose about it zijn er bepaalde segmenten in de game waar jij. Wellicht kan kiezen over testexperimenten, over testsubjects. Je bent natuurlijk zelf ook al een soort van test-subject... Maar soms krijg jij de keuze over bepaalde, wellicht overlevende in de game. Je kunt het hier ook zien. Er is een mogelijkheid om een bepaalde prisoner wel of niet te killen. Um, en dat zijn van die kleine interessante keuzetjes die je kan maken. Die je heel erg nadoen denken over nou ja, wat er natuurlijk allemaal aan de gang is op Tellos One. Maar ook hoe jij daarin staat. Wie ben jij en welke keuzes maak jij? Ik weet niet of Arcane Studios in de game dat momentum pakt. en het omzet in iets in het narratief, iets in de verhaallijn, grote keuzes maken, misschien wel andere eindes. Dat weet ik niet precies, maar ik hoop het eigenlijk wel. Want het is leuk om te zien dat een game weer hevig gaat spelen op die ethiek erachter. Uh, we zagen dat bijvoorbeeld in het eerder genoemde Bioshock ook al vaak. Daar had je de keuze of je dan wel of niet Little Sisters ging harvesten. Uh, dat is misschien hier ook wel weer een aspect wat terug zou kunnen komen. De keuzes die je maakt. Met de subjects die je vindt. En of dat iets wordt in het verhaal. Ja, het is fingers crossed. Ik hoop het eigenlijk wel. Ik denk dat Arkane dat momentum echt kan pakken. En er misschien wel een mooie plot twist of zo in kan gooien. Maar dat moeten we allemaal maar gaan zien als de game uitkomt op 5 mei. Human they don't en dat is misschien ook nog wel even leuk om te vermelden. Uh, er komt een speelbare demo van Prey aan. Uh, de game verschijnt natuurlijk 5 mei. Maar daarbij komt ook een trial van het spel. Die iedereen zomaar op kan pakken, kosteloos. En die houdt eigenlijk in. ...dat je het eerste uur van het spel gewoon een kut mag gaan beleven. Die gameplay heb ik inmiddels natuurlijk ook al gespeeld. Dat is precies de gameplay die je terug kan zien in de vorige gameplay-commentary van Prey. Dus ik raad je ook zeker aan als je dikt wat je hier nu ziet... ...dan ja, zeker ga ofwel die wat-is-gameplay-commentary van voorheen checken... ...of wacht gewoon even tot je zelf dat stuk gameplay mag spelen straks in die demo. Dat gezegd hebben ben ik ook heel benieuwd naar wat jij persoonlijk van Prey denkt en de gameplay die je hier zag. Dit zijn persoonlijk de aspecten die mij het meest aanstaan, de concepten die Prey implementeert die het een heel interessant spel maken in mijn ogen. Maar ik ben dus ook zeker benieuwd wat jij tot dusver denkt van deze game van Arkane Studios. Dat gezegd hebben, de game verschijnt natuurlijk op 5 mei op PC, Xbox One en PlayStation 4. Die demo is dan straks speelbaar. Maar je mag ook zeker terugkomen naar gamersnet.nl voor de geschreven review. En natuurlijk de video preview die eraan komt. Wij krijgen de game pas 4 mei. Dus dat is in tegenstelling tot voorheen niet heel ver voor release. Maar we hopen zo snel mogelijk een concluderend oordeel live te kunnen zetten. Dat we jullie vertellen wat wij nou persoonlijk van Prey denken in zijn geheel. Dit is in ieder geval hoe hyped ik ervoor ben. En hoe ik denk dat de game op zich wel wat harder kan gaan veroveren. Maar laat me dus vooral weten wat je ervan denkt. En dan rest mij niks anders om je een fijne dag te wensen en hopelijk heb je genoten van deze video. Ik was Tom voor gamersnet.nl over Prey en ik hoor graag wat jij denkt van deze video ofwel de game zelf. Tom out, de ballen, tot snel. Houden en bedankt.